Leuk dat je luistert naar de podcast EV Update. Jasper Engel en Joeri van Dam dompelen je even helemaal onder in de wereld van elektrische auto's. Geniet van deze aflevering. Dit is de podcast EV Update. Welkom beste luisteraars. Deze keer weer een special. Daarvoor hebben we ook een gast uitgenodigd. In ieder geval, maar het onderwerp dat we gaan behandelen is HEMS. En onze gast, in ieder geval Mark Segers van My Energy, die kan het best even uitleggen waar HEMS voor staat. Oké, okay, ja, goedemorgen, middag, avond. Of middag, ja, het is nacht. Middag. Oh nee, we doen gewoon goedemiddag. Ja, mijn naam is Mark Segers en als we eerst weer HEMS uitleggen, Home Energy Management System. Dus inderdaad spreken we vandaag vooral over oplossingen die je kunt gebruiken om je energie in je woning op een wat slimmere manier te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld meer gebruik te maken van je eigen zonnepanelen of te gaan kijken hoe je dynamische tarieven op een zo goed mogelijke manier kunt inrichten. Ja, daar hebben wij een aantal producten voor, dus die ga ik ook aan je voorstellen natuurlijk. Eerst misschien even een beetje over mezelf. Mark Segers, inderdaad uit Maastricht, zoals jullie waarschijnlijk aan mijn accent kunnen horen. Ondernemer, meer dan 25 jaar een eigen radio-tv-zaak gehad met mijn vader. Dat was een familiebedrijf dat al opgestart was in 1902. Dus het zit wel in het bloed, zal ik maar zeggen, het ondernemen. En zo ben ik in 2016 eigenlijk begonnen met het elektrisch rijden. Want ja, alles wat elektrisch is en knopjes aan zit, dat vind ik geweldig. Een soort gadgetman, zal ik maar zeggen. En ik kwam er al gauw achter dat de laadpaal die ik toen op dat moment even snel gekocht had, dat was er een van de goedkoopste die ik kon vinden. Ik denk, ja, toch even proberen voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Dat toch niet de beste keuze was. En als mijn vrouw ging koken, dan sloegen de stoppen door. We moesten overal rekening mee houden. Dus ik ben heel snel op zoek gegaan naar iets wat, wat slimmer om kon gaan met dat energiesysteem in die woning. Dat kon rekening houden met andere veel gebruikers in de woning, zoals de kookplaat en de wasmachine. En toen ben ik inderdaad terechtgekomen bij een start-up die op dat moment via een soort van Kickstarter, crowdfundingsprogramma, een product op de markt wilde brengen. En dat heb ik toen gaan vermarkten vanaf 2018. En in 2020 zijn we samengesmolten eigenlijk met de fabrikant My Energy uit de UK. En hebben we een eigen dochteronderneming eigenlijk hier in de Benelux opgezet. Om de producten te vermarkten binnen dit territorium. Ze hebben nog een aantal andere dochterondernemingen in Ierland, in Duitsland en zelfs in Australië. Dus ja, een flinke groei meegemaakt. En inderdaad, in eerste instantie heel erg de focus gehad op die laadpalen. De Zappie, het laadstation waarmee je dan kunt laden door loadbalancing ervoor kunt zorgen dat je woning daar altijd op de goede manier mee om kan gaan zonder dat de stoppen zullen doorspringen. Maar met op dat moment ook een unieke eigenschap, want dat was laden met de zon. Dat is ook een beetje onze hashtag en dat zit ook in onze merknaam My Energy. Zoveel mogelijk de energie binnen proberen te houden. Want zonne-energie is er eigenlijk voldoende in Nederland al? Ja, we hebben in Nederland een van de hoogste penetratiegraden van zonnepanelen. En daarom is het ook heel logisch natuurlijk dat je daar dan probeert zoveel mogelijk gebruik van te maken. Dus vandaar inderdaad een laadstation dat rekening houdt met die zonnepanelen. En dat dan niet eigenlijk constant stroom uit het net gaat halen. Terwijl er eigenlijk, als die auto toch op de oprit staat, voldoende is om de hele dag gebruik te maken van die curve van die zonnepanelen. En op die manier probeert eigenlijk nul op de teller te hebben. Ik hoor allerlei termen die allemaal vragen waarschijnlijk oproepen. Mag ik heel veel teruggaan? 2016, welke auto had jij? Ik had een BMW i3. Een van de leukste auto's die ik ooit gehad heb. Echt een klein botsautootje zou je kunnen zeggen. Want het heeft een enorm kleine draaicirkel. Ja. Dat was heel erg leuk eraan. Het bereik van die auto was niet zo super. Maar voor de ritjes die ik ermee deed, was het meer dan genoeg. Ik merkte gewoon daarvoor had ik een Audi A6. En die stond altijd op Zaventem of op Schiphol. En dan gingen we het vliegtuig ergens naartoe. Ja, dan dacht ik, waarom heb ik nou zo'n grote dure reizigersauto? Want heel lange ritten maken met kleine kinderen, dat was er ook niet, was ook niet echt ideaal. En toen dacht ik, ik kan ook gewoon met een kleinere auto volstaan. En dat was dan de keuze inderdaad. Die BMW i3 heeft mij heel veel plezier gegeven. 125 kilometer bereik. Het ging eigenlijk best prima. Maar dat was een auto met een 11 kilowatt omvormer al? Dat had BMW al heel vroeg? Ben niet zeker. Ik dacht dat het een 7 kilowatt omvormer was. Maar ik had in elk geval, mijn woning was 7 kilowatt. Dus ik kon toch niet sneller laden dan die 7 kilowatt. En het was maar een klein range extender had hij. Oh ja, dat was wel een range extender. Een voetelaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Want je kwam er wel overal mee, maar dan moest je er toch wel een paar litertjes dino-sap in gooien. En dat deden we natuurlijk zo weinig mogelijk.
Maar het heeft me gebracht waar ik wilde zijn. We zijn ook op vakantie geweest mee naar Bretagne. En dat ging allemaal prima. Maar uiteindelijk ben ik dan toch overgestapt naar een wat grotere wagen met wat meer bereik. Maar ook met een wat geavanceerdere laadpaal. Want Bill heeft je veel glimlachen bezorgd. Maar tegelijkertijd ook een aantal ergernissen thuis. In ieder geval omdat hij gewoon niet... goed met kon omgaan. Er zat nog geen loadbalancing op jouw laadpaal thuis. Nou ja, dat had inderdaad die eerste laadpaal niet. Maar die heb ik dan na anderhalf jaar eigenlijk al de deur uit gedaan. Omdat ik toen bij dat prototype, zal ik maar zeggen, de Zappi V1, de eerste model dat wij op de markt hadden gebracht. Dat wordt dus nu in Engeland beschouwd als een prototype. Maar ja, er zijn toch een aantal duizenden van verkocht geweest. Maar dat laatste station, dat kon inderdaad wel die loadbalancing doen. Omdat hij dus met een meetspoel eigenlijk de hoofdzekering altijd veilig kon houden. En dan kon je op die manier tegelijkertijd ook gebruik maken, veel meer, van je eigen zonnepanelen. Mark, wil je eerst even uitleggen wat loadbalancing precies is? Ja, loadbalancing is dus precies datgene wat je zou willen eigenlijk in je woning. Rekening houden met andere zware verbruikers, zoals je kookplaat of je wasmachine, als die aanstaan. Dus laten we zeggen, de gemiddelde woning heeft 3x25 ampère hoofdzekering. Een wasmachine, nou ja, die kan gemakkelijk 10, 12 ampère gebruiken. En als je die van die 25 aftrekt, dan heb je er nog maar 13 over. Terwijl veel auto's 16 ampère kunnen laden, ja, dan zit je al eigenlijk boven die 25. Want jij bent in 2016 door schade en schande door wijs geworden. Want ja, je kon niet tegelijkertijd koken, inductie koken neem ik aan. Dat ging absoluut niet. En een auto laden, dat ging niet. Dus daar had je die loadbalancing voor nodig. Precies, en die loadbalancing die zorgt er dan voor dat het ladenvermogen dat maar naar de auto gaat, totdat automatisch en dynamisch wordt bijgeregeld. Zodat je altijd binnen die waarde blijft van je maximale aansluitwaarde. Dus binnen die 25 ampère. En dat jouw laadpaal eigenlijk op de secundaire plaats komt. Want je kan altijd koken, je kan altijd wassen thuis, et cetera. Ja. Jouw auto wordt opgeladen, maar soms met wat meer en soms met wat minder stroom. Precies, en dat kan dan teruggeregeld worden tot een minimum van 6 ampère. Want dat is wat afgesproken is in de autowereld, zal ik maar zeggen. 6 ampère is de laagste waarde waarmee een auto kan opgeladen worden. En dat is ook een beetje logisch, want als dat nog minder zou zijn, dan zou die omvormer zodanig inefficiënt worden dat er eigenlijk geen stroom meer naar die accu gaat, maar dat die omvormer eigenlijk alles al verbruikt van die 6 ampère. Even kijken, 6 ampère, dan denk ik 6 keer 230 volt. Dat is 1,4 kilowatt. 1,4 kilowatt. Ja. Op één fase. Hè? Dus, ja. En bij drie fases is het dan natuurlijk al 4,2 kilowatt. Dus ja, dat gaat prima. Het duurt dan inderdaad wat langer. Maar ja, als jij 's avonds je auto wilt opladen en je wil zorgen dat die 's morgens om 7 of om 8 uur vol is, dan is dat verder ook geen enkel probleem dat daar tussentijds dynamisch het vermogen een beetje van teruggeschroefd wordt. Maar loadbalancing niet van, dat had Zappi had hij natuurlijk als eerste. Nee, loadbalancing hadden andere merken ook wel. Ja. Daar moeten we eerlijk in zijn. Waar we wel echt pioniers mee geweest zijn, dat is het zonnestroomladen. Kijk. En dat wordt eigenlijk op dezelfde manier een beetje gebruik gemaakt van de mogelijkheid dat je inderdaad dat vermogen van die laadpaal kunt terugschroeven. En dat gebeurt dus inderdaad door de communicatie met de auto. We kunnen het vermogen dus terugschroeven tot een minimum van die 6 ampère. En daarmee kun je dus eigenlijk gaan kijken van ja, als je nou weet, ik heb, ik noem maar wat, 2 kilowatt overschotstroom, dan gaat 2 kilowatt terug naar het net. En dan zou je die auto ook kunnen gaan opladen met in plaats van 11 kilowatt, met 2 kilowatt. En dan gebruik je dus helemaal niks uit het net. Maar andere laadpalen dus inderdaad altijd, zodra je de stekker insteekt, aan maximaal vermogen gingen laden. Waren wij eigenlijk een van de eerste die zeiden in de eco-mode. We hadden dus verschillende laadmodi die je kunt kiezen. In de eco-mode gaat die eigenlijk precies datgene opladen wat er aan overschot beschikbaar is. En dat is dan 2 kilowatt of 3 kilowatt of 4 kilowatt. Dat maakt niet uit. Met een minimum constant, van 1,4. Met een minimum van de 1,4. Dus dat is dan inderdaad wat gedaan wordt. Waarbij inderdaad gezegd moet worden. Ons laatste station was ook een van de eerste op de markt. Die kon terugschakelen van driefase laden naar monofase laden. En dat is dan heel belangrijk. Want als je dat gegeven niet hebt, dan ben je dus minimaal verplicht om altijd te laden aan 4,2 kilowatt. 3 keer 1,4 is 4,2. Want monofase is één fase. Monofase is één fase laden. Dus hij en het voordeel daarvan van 3 naar 1 fase. Ja, voordeel ervan is dus als je zegt ik ga terug van 3 naar 1 fase, dat dan je laagst mogelijke waarde niet 4,2 kilowatt is, maar 1,4 kilowatt. En dat is natuurlijk heel bruikbaar als mensen bij wijze van spreken 10, 15 of 20 panelen hebben. Ja, dan hebben ze niet altijd 5 of 6 of 7 kilowatt overschot. Dan kan het ook wel voorkomen, of bijvoorbeeld op wat somberdere dagen, dat je maar 1,5, 2, 3 kilowatt overschotstroom hebt. En die gebruik je dan haal je niks van het net af, maar dan pak je echt de energie van je zonnepanelen met een minimum van 1,4. Ja. En die zet je erin. Ja,
Ja, en een mix van het net, wat je zegt, dat is dus alleen maar noodzakelijk als het minder is dan die 1,4. Dus als je zegt, ik heb maar 700 watt overschot en je wilt toch blijven laden, dan haal je dus 700 watt uit het net om toch aan die minimale waarde van die 1,4 kilowatt te komen. En een andere laadpaal die zou zeggen, oké, de auto die kan met 11 kilowatt laden. Je hebt 2 kilowatt overschot, dus ik haal 9 kilowatt uit het net. Dat is wat normaal gesproken bij een laadpaal die niet rekening houdt met de zonnepanelen gebeurt. Ja. Je steekt de stekker erin en het enige wat die doet, en dat is dan ook vaak... Waar ze mee adverteren, onze laadpaal kan nog sneller laden dan die of die. Hè? Dus ja, dat was meer een race van wie kan nou het snelste laden. Terwijl wij juist een beetje andersom die gedachte hadden. En dat is toch een beetje Engels, we zijn altijd een beetje anders dan de anderen. Rijden aan de verkeerde kant. Dat soort zaken. Maar wat ook logisch is natuurlijk, in Engeland was er ook veel meer behoefte om aan dat zonnestroomladen te gaan denken. Want daar is al veel eerder eigenlijk het salderen afgeschaft. Hè? Dus het terugleveren aan het net met je zonnepanelen, dat gaat daar niet straffeloos in zoverre. Je kunt het wel doen, maar je krijgt er geen cent voor. Ja. En dan wordt het natuurlijk heel interessant om te gaan denken aan zelfconsumptie. En deze term zullen we waarschijnlijk in het komende uurtje nog wel wat vaker gebruiken. Ja. Zelfconsumptie is, vind ik natuurlijk, echt een hele belangrijke. Waar een hele hoop problemen mee opgelost kunnen worden. Want je ontlast het net ermee. Maar het scheelt natuurlijk ook nog in je portemonnee. Want als je niks van het net hoeft af te nemen, dan is die stroom die je in je auto steekt vanuit je zonnepanelen in principe gratis. Behalve natuurlijk de investering van die zonnepanelen. Maar ja, als je die dan toch hebt liggen, gaan ze dan ook maar zo maximaal mogelijk gebruiken. Ja. Even de salderingsregeling in Nederland. Ze zeggen nu dat die vervalt per 1 januari 2027. Joepie. Er is al een keer eerder wat gespraak over. Nou ja, dat is dus inderdaad het punt. Ik zeg al, in 2018 ben ik dan begonnen met die producten op de markt te zetten. En ik dacht van ja, in 2020, want dat was toen de datum dat de regering zei van gaat het solderen afgebouwd worden. Ja, dan gaan voor ons in principe de gouden tijden aanbreken. En dat heeft maar iedere keer met uitstel geduurd. Waardoor eigenlijk een van de meest unieke eigenschappen van ons product een beetje minder... belangrijk bleek te zijn eigenlijk. Nou ja, goed, dan hebben we het heel erg laten gaan over de load balancing functie. Wat natuurlijk ook een hele belangrijke is. En daarna hebben we het ook nog als een van de eerste en ook weer pionier een beetje op de markt ervoor gezorgd dat we ook kunnen gaan regelen dat het laden eigenlijk gaat gebeuren op de meest gunstige momenten. Door rekening te houden met de energietarieven die mensen hebben. En dat kan een piek- en daltarief zijn. Zodat je inderdaad zegt, ik steek 's avonds om 7 uur de auto erin, maar hij begint pas om 11 uur te laden, want dan is mijn daltarief pas van toepassing. Maar dat kan dus ook tegenwoordig met dynamische tarieven van de energieaanbieders die dat dus aanbieden. Daar kan ons laadstation ook volledig mee samenwerken en in functie van die tarieven dus eigenlijk de meest gunstige momenten kiezen. De combinatie met een dynamisch stroomcontract betekent dat je op sommige dagen zelfs onder nul gaat. Ja. Excuse. Betekent dat ook dat je zegt, nou, maar nu wil ik maximaal, want ik krijg er nu geld voor? Kun je dat dan ook zo instellen? Ja, goed, zodra de energietarieven gunstig genoeg zijn in dat etmaal, wil je eigenlijk sowieso zo snel mogelijk gaan laden. Dus wat we eigenlijk doen, we noemen dat een boost timer. Ja. Hè? Dus op het moment dat eigenlijk die tarieven laag zijn, dan gaan we zo snel mogelijk laden. En houden we dus niet meer rekening met die zonnepanelenstroom. Want ja, dat is dan ook vaak 's nachts, dan is er ook geen zon. En dan wil je inderdaad die auto op die momenten dat de tarieven laag zijn ook zo snel mogelijk opladen, om zoveel mogelijk gebruik te maken van die lage tarieven. En dat kan dus heel simpel middels een schema dat je eenmalig hoeft in te stellen. Waarbij je zegt, ja, ik steek gemiddeld genomen van maandag tot en met vrijdag om 7 uur de auto in stopcontact. En morgen vroeg om 8 uur, ja, dan moet ik minstens 30 kilowattuur hebben. Want dat is hetgene wat ik nodig heb om naar het werk en terug te kunnen rijden. Dus dat stel je in. En dat hoef je echt dus maar één keer zo simpel in de accountpagina van het laatste station in te voeren. En dan steek je de stekker erin en hoef je er verder niet meer over na te denken. Wij regelen de rest. En dan kun je ook heel makkelijk eigenlijk, op het moment dat je zegt, nou oké, morgen heb ik die verjaardag van tante Truus, dus dan moet ik verder. Dan kun je zeggen, nou oké, ik wil niet die 30 kilowattuur, ik wil er minimaal 60, 70, ik wil 100%. Gaat het per kilowattuur of gaat het per percentage? Nou ja, wat dus inderdaad een beperking is van een AC-laadstation is dat we het percentage van de accu niet kunnen uitlezen. Dus we moeten werken met een aantal kilowatturen. Je kunt die accountpagina natuurlijk heel makkelijk dat schema tijdelijk aanpassen. Je kunt ook inderdaad zeggen, ik wil maandag en dinsdag dit hebben en woensdag en donderdag dat en in het weekend weer een heel ander schema. Dus je kunt meerdere schema's invoeren. Maar wat ook altijd makkelijk
makkelijk is. Je kunt ook altijd een override doen. Hè? Dus dat je zegt, ik kan vanuit de app gewoon een boost timer programmeren om toch ervoor te zorgen dat die accu helemaal vol is. En dat is dus geen enkel probleem. Kan gewoon remote vanuit de app heel bedieningsvriendelijk eigenlijk gebeuren. Okay. Want dat is inderdaad het laden van de auto. Nu natuurlijk, je zei het vorige keer, Jasper, een derde van alle elektrische... Nee, een derde van alle huishoudens die hebben zonnepanelen. Ja. Het is ook wel weer zo'n sterke correlatie tussen de mensen die zonnepanelen hebben en een elektrische auto. En vice versa. Dat kan dus slim op elkaar afgeregeld worden. En dat wordt alleen maar interessanter. Maar dat gaat My Energy nog niet ver genoeg, begreep ik. Nee, dat is inderdaad een hele belangrijke... we hebben het de hele tijd over de laadpalen. En My Energy is daar ook ja, eigenlijk groot en bekend mee geworden. Het ZEPI laadstation heeft inmiddels wel wat bekendheid in de Nederlandse markt ook gekregen. Maar wat veel mensen niet weten is dat My Energy inderdaad meer doet dan alleen laadpalen. En we hebben daar nog een tweetal andere producten die de zelfconsumptie nog kunnen verhogen. Want niet iedereen heeft een elektrische auto en willen toch eigenlijk meer gebruik kunnen maken van hun zonnepanelen. En daar hebben we dan de oplossing voor. Natuurlijk de meest bekende is een huisbatterij. Om daar eigenlijk op die manier wat opslag te kunnen doen. Zodat je overdag die zonnestroom kunt opslaan. En die dan op momenten dat het gebruikt gaat worden. Meestal dan weer 's avonds tijdens het koken of tv kijken. Dat je dan die zonne-energie kunt gaan gebruiken. Dus ja. We hebben een Libby als huisbatterij. Dat is dan ons tweede product. Dus je hebt Zeppi. De Libby. De Libby is de batterij? De Libby is de huisbatterij. Die is eigenlijk het makkelijkste uit te leggen. Wat een leuke naam allemaal. Ja, we proberen inderdaad altijd wel een bepaalde fun factor in te leggen. En het komt ook ergens vandaan. Hè. Dus Libby van lithiumbatterij. Dus dat is dan misschien vrij evident. Ja. Zeppi, er is een app in Engeland dat heet ZapMap. Dat is eigenlijk een soort van app waarmee je precies kunt zien waar alle laadpalen in het land staan. En daaraan afgeleide van hebben wij bedacht als laadstation thuis moet dat dan Zeppi heten. En dat klinkt ook lekker snel. Ja. Maar daarnaast hebben we nog het derde product en dat is de Eddy. En de Eddy is dan weer afkomstig eigenlijk uit... dan moet ik eerlijk gezegd eventjes een beetje... ik weet het niet 100% zeker, maar Eddy heeft in elk geval iets te maken ook met stroom. En met... Electric. Ja, nou ja, nee, het is wel echt de ID. Een ID is een bepaalde meetwaarde volgens mij van stroom. In elk geval waar het om gaat is wat de ID doet. Dat is stroom omleiden van je zonnepanelen naar een bepaald product. Dat stroom kan vragen, dat stroom kan gebruiken. En we hebben het dan vooral eigenlijk over opslag van stroom in de vorm van warmte. Want dat is een tweede manier eigenlijk waarmee je energie kunt opslaan. Dat kan natuurlijk met een huisbatterij, met een lithiumbatterij, met stroom. En die stroom kun je dan gebruiken om je verlichting en je woning van stroom te voorzien. Maar je kunt op dezelfde manier ook energie opslaan in warmte, in warm water. En dan hebben we het bijvoorbeeld over een combinatie met een warmtepomp of met een warmteboiler. Waarbij je dan het verwarmingselement op een slimme manier gaat aansturen. Dus een domme boiler uit de jaren 60, bij wijze van spreken, kunnen wij slim maken door daar een eddy op aan te sluiten. En de eddy zorgt er dan voor dat die gaat kijken hoeveel overschotstroom gaat er terug naar het net. Bijvoorbeeld, er is 500 watt overschotstroom. Nou, dan gaan we dat verwarmingselement niet de volle 2 kilowatt laten verbruiken, zoals die dat normaal zou doen op 230 volt. Maar we geven die echt de spanning, zodat die precies 500 watt gaat gebruiken. En daarmee kun je dan ook volledig dynamisch eigenlijk weer gedurende de dag de curve van de zonnepanelen volgen. Ik vind het eigenlijk leuker om in een praktijkvoorbeeld te spreken, want het is allemaal heel technisch. Ja. Stel, je bent klaar 's morgens met douchen om 9 uur. Die warmteboiler, wat gaat die doen? Die gaat zo snel mogelijk weer opwarmen. En dat is eigenlijk helemaal niet slim, want om 11 uur ga je meestal niet opnieuw onder de douche staan. Nee. Dus wat ik dan zeg, ja, laat die dan gedurende de dag de curve van die zonnepanelen volgen, zodat die aan het einde van de dag in elk geval die warmte in dat buffervat heeft opgeslagen. En dat is wat die ID dus eigenlijk doet. Hij regelt het verwarmingselement in functie van de overschotstroom. En zorgt ervoor dat je nul op de teller hebt. Zorgt ervoor dat je dus weer geen energie nodig hebt uit het stroomnet. En dat je dus maximaal zelfconsumptie, maximaal je eigen zonnepanelen kunt laten renderen. En dan zeg je, ja, in de winter schijnt de zon niet hard. Dan heb ik om 5 uur nog geen warm water. Hoe kan ik dan onder de douche gaan? Ja, daar heb je dan ook weer schema's voor dat je kunt zeggen, ik wil wel zorgen dat die tegen een bepaalde tijd minimaal op temperatuur is. En dan gaat die ook daar weer in functie van
eventueel je piek- en daltarief of je dynamische tarieven de stroom pas pakken op het moment dat die ook het meest gunstigst voorhanden is. Want als water eenmaal is opgewarmd en je slaat het op, je kunt heel lang die warmte vasthouden als je maar. Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de boiler of het buffervat dat je gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld ook systemen waarbij het zout wordt opgewarmd en daar wordt dan eigenlijk de warmte veel beter in opgeslagen, veel efficiënter, veel minder verlies van warmte. Een ouderwets buffervat heeft redelijk veel verlies van warmte, maar dat is dan een collega-product eigenlijk waar wij ook mee samenwerken. Dat is de Flamco Flexterm. Dat is een vrij compact blok met zout eigenlijk. En dat zout wordt dan opgewarmd door ook weer een verwarmingselement dat wij dus op een slimme manier aansturen. En als dat zout boven de 57, 58 graden komt, dan wordt dat zout vloeibaar. En daar gaat heel veel energie in, maar je kunt er ook heel veel energie uit onttrekken. Het grote voordeel van zo'n zoutvat is dat je op een hele relatief kleine oppervlakte eigenlijk heel veel energie kunt opslaan. 3, 6 of zelfs 9 kilowattuur in een vrij compacte blok aan energie. En dat is dan naar verhouding ten opzichte van een lithiumbatterij, want dat is natuurlijk waar we het eigenlijk ook allemaal weer voor doen. Voor de portemonnee een heel stuk gunstiger. Want een lithiumbatterij is natuurlijk nog altijd een vrij dure aanschaf. Terwijl een buffervat, dat is eigenlijk naar verhouding gezien veel goedkoper. En dan kun je ook 5 of 10 of 15 kilowattuur in opslaan. En dat is wat je natuurlijk wil. Ja. Hey, en dan terug eventjes nu naar de Libby. Want thuisaccu of thuisbatterij, dat is maar net hoe je het noemt. Wat moet ik aan denken aan zo'n thuisaccu? Want heel veel mensen hebben het er al over. Die zien die salderingsregeling. Nou, die gaat vervallen. Dat is in het coalitieakkoord wel duidelijk gemaakt. Ja. Ja, dat hebben we er nu eigenlijk ook heel blij mee dat het gaat gebeuren. Nou ja, goed. Ja. Het zou voor de zonnepanelen-eigenaar is het natuurlijk niet zo fantastisch. Maar daar zijn dan wel oplossingen voor. Het hangt er vanaf of je er nu op gaat voorbereiden, ja of nee. Kijk, als jij nu zegt, nou, dit is het gewoon. En ik heb kijk, er worden nu heel weinig zonnepanelen gelegd nog. Ja. Terwijl inderdaad 1/3 van de huishoudens heeft op dit moment al een dak met zonnepanelen. Dus eigenlijk zouden dat toch veel meer moeten zijn. Want al die van die 120 miljard kilowattuur die wij in totaal in Nederland consumeren, is 17,5% komt er echt uit zonne-energie. Dus er is nog ontzettend veel mogelijk. Ja, dus er is nog veel meer energie nodig. Dus er moet nog steeds. Maar dan moet het opslaan. Maar dan moet het wel. Ja. En dat zie je ook in de landen om ons heen, waar het salderen al eerder eigenlijk is afgeschaft. In Duitsland en in België. We zijn wat dat betreft weer erg laat ermee. En denken dan altijd aan het liberalisme. Misschien waar we een beetje in zitten. Maar de landen om ons heen hebben dat al veel eerder afgeschaft. En daar zie je ook dat zonnepanelen nog steeds wel verkopen. Maar altijd in combinatie met een huisaccu. Ja, of dan in dit geval bijvoorbeeld ook met een ID, waarmee je dan je warmteopslag kunt doen. Zodat je op een veel goedkopere manier eigenlijk energie kunt opslaan. Maar nou, bijvoorbeeld mijn huishouden. Hè, wij verbruiken ongeveer 4200 kilowattuur. Zeg maar op het huishouden zelf. En dan komt de auto er nog bij. Ja. We hebben 16 zonnepanelen. Er zouden nog wel een paar meer bij kunnen. Maar het zijn er nu 16 zonnepanelen. Die leveren, denk ik, bij elkaar 3500 kilowattuur. Als ik het even zo mag schatten. Dus ligt niet helemaal optimaal ten opzichte van de zon. Excuus, weer. Ik kan jouw verhaal nu niet afmaken. Nee, dat ga ik niet doen. Wat voor accu zou ik dan nodig hebben? Want ik wil wel zo'n accu. Ja, dat is een hele goeie. Dat is ook heel belangrijk dat je echt weet van wat kan ik nou het beste kopen. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel aanbieders van batterijen. En iedereen wil je dan misschien wel een zo groot mogelijke batterij verkopen. Want dat levert natuurlijk geld op. En wij staan er juist anders in. Ik vind het heel belangrijk dat je echt weet dat je die batterij ook elke dag moet leegtrekken. Anders kan die nooit renderen. Je wil natuurlijk gaan praten over een terugverdientijd van zo'n batterij. Want daar doen we het eigenlijk voor. En het kan eigenlijk pas renderen als je die batterij ook elke dag kunt leegmaken. Dus wat ik dan zou aanraden is, sta je op het punt, ik wil graag binnenkort een huisbatterij gaan kopen. Dan ga eerst eens een keer kijken naar wat is nou je verbruik per dag. Hoeveel van die energie heb ik nou elke dag nodig? Dat is 12 kilowattuur per dag. Nou ja, dat is dan verschilt ook een beetje natuurlijk in de zomer en in de winter. Dus dan moet je een gemiddelde. Maar echt puur naar het verbruik, dat is de basis. Daar eerst naar kijken. Ik vind dat het belangrijkste. Want dan maak je ook die accu zelf elke dag leeg. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ik kan datgene wat ik heb opgeslagen ook in de auto steken. Of je kunt het terugleveren aan net op het moment dat de tarieven duur zijn. Want dat zijn natuurlijk ook nog mogelijkheden. En dat zijn allemaal slimme manieren om nog sneller eigenlijk je geld terug te verdienen. Maar in eerste instantie moet je ervan uitgaan. Gebruik je 12 kilowattuur, dan is een 10 kilowattuur batterij
zei, geen verkeerde beslissing. Ik zou zelf beginnen met een 5 kilowattuur. Kijken hoe dat werkt. En merk je achteraf, nou, dat is toch niet voldoende, want dat ding is de helft van de tijd leeg. Dan zou je dus inderdaad daar altijd nog een batterij bij kunnen kopen. Ah, ja, je hoeft hem niet te vervangen. Nee, dat is dus het mooie van ons systeem dan. Ik denk dat dat bij veel andere aanbieders ook het geval is. Dat je die modulair kunt opbouwen. En dat je kunt zeggen, ik start met een basissetje, met een 5 kilowattuur batterij. En ik kijk wel of ik daarmee uitkom. En blijkt dat niet goed te zijn. Nu moet ik zeggen, ik heb zelf nu al 2 jaar een 5 kilowattuur. We zijn een gezin met 2 kinderen. En we komen er eigenlijk niet aan uit. Een 5 kilowattuur is voor mij gewoon te klein. Ik zou naar een 10 kilowattuur moeten gaan. Maar ik zou zeker geen 15 kilowattuur willen plaatsen. Want dat is qua aanschaf zodanig veel meer dat ik het niet zie renderen eigenlijk. Na een verloop van tijd wil je gewoon wel zien dat datgene wat erin zit, dat het er ook elke dag uitgehaald wordt. Als die batterij 1 keer wordt opgeladen en hij staat de helft van de tijd stil, dan is dat eigenlijk geen gewoon, zin. Heeft totaal geen zin. Hè? Dus die batterij moet elke dag leeg. Dat is een belangrijk gegeven. Want dan kijk je puur even naar het verbruik. Maar bij Jasper, in zijn geval, zit natuurlijk ook zonnepanelen. In hoeverre moet je daar dan rekening mee houden op het moment dat je zegt van oké, qua grootte van de accu? Ja, dus je kunt natuurlijk ook maar een bepaalde hoeveelheid opslaan. Er is meer productie op een zonnige dag dan batterij groot is. Maar je kunt niet daarop gebaseerd eigenlijk een grotere accu gaan kopen. Want als je, zoals ik net zeg, eenmalig hebt opgeslagen de dag daarna, je hebt het niet gebruikt, dan kan er wel weer opnieuw heel veel zon worden geproduceerd. Maar je krijgt dan toch niet opgeslagen, omdat die batterij al vol zit. Dus je kunt nooit op basis van je productie eigenlijk de grootte van je batterij bepalen. Dat is echt een gegeven. Doe dat op basis van je verbruik. En dan kun je natuurlijk ook nog stellen, ik kan gaan handelen met die stroom die ik heb opgeslagen. Maar alleen handelen met een huisbatterij. Hè, dus dat je zegt, ik ga een 20 kilowattuur pakken. Want die 10 kilowattuur die ga ik elke dag terugleveren op het moment dat de stroom heel duur is. En ik ga hem inkopen of ik ga hem opslaan met mijn eigen zonnepanelen als de stroom heel goedkoop is. Dat gaat niet renderen. Ik heb dat al uitgerekend. Vergeet het nou maar. Nee? Oh, het is echt op basis van je eigen consumptie dat je kunt zeggen, ik ga mijn terugverdientijd zodanig inregelen dat dat ook binnen de 10 jaar is. En dat is wel wat je moet hebben. Want zo'n batterij heeft gemiddeld, en bij ons heeft hij dat dus, 10 jaar volledige garantie. Okay. En dat wil niet zeggen dat hij na 10 jaar stug is. Want dan zouden we te vaak op het randje zitten. Gemiddeld gaat een huisbatterij 15 tot 20 jaar mee. Daar mag je wel van uitgaan. Ja, het is eigenlijk niet zo heel erg hard te werken. Want het is autotechniek wat erin zit, auto-accutechniek. Het zijn LFP-batterijen, hè? LFP. Dus inderdaad. Ja, ja. Dat zijn de batterijen die het meest veilig zijn. Vooral ook omdat ze vaak in huis of in een schuurtje worden gezet. Je wil niet dat zoiets op de een of andere manier gevaar kan opleveren. Maar dat is sowieso eigenlijk een gegeven wat in een huisbatterij helemaal niet van toepassing is, inderdaad. Het is allemaal very slow eigenlijk, hè? De laadcurve en ook de ontlading. Ja, dat gaat eigenlijk op zo'n lage waardes. Daar zijn die batterijen meer dan 10-voudige daarvan zijn ze op berekende wijze spreken. Dus dat kan nooit geen veiligheidsrisico met zich. Want we hebben het even over de Libby natuurlijk van My Energy. Maar dit is niet een commercial voor My Energy. Het is gewoon uitgebreid praat nu over thuisaccu's. Gebruikt elke fabrikant van thuisaccu's eigenlijk LFP-batterijen? Is dat wel gebruikelijk? Het is wel de meest gebruikelijke in de markt. Ja, omdat het de meest veilige batterij is. Hij heeft de minste kans op vlam of noem je nou, tot hij in brand kan vliegen, zal ik maar zeggen. Daar hoef je met een LFP-batterij eigenlijk niet of nauwelijks bang voor te zijn. Nee, dat zeg ik, want LFP komt veel in de automotive-industrie ook voor. Ja. Maar dan moet hij hard werken. Ja. En ze stoppen hem in een auto met 208 pk of 204 pk. 272 in verband met de EX30. Ja, inderdaad. Dat moet hij dan ineens leveren. En wat moet hij thuis doen? Nou, 3 kilowatt. Ja, dat is inderdaad afhankelijk van de omvormer die je erop aansluit. Hè. Dus de omvormer bepaalt eigenlijk hoeveel dat die batterij ook kan afleveren. En dat is ook weer zo'n gegeven waar veel mensen over bezig zijn. Ja, maar ik heb een 3-fase woning, dus ik moet ook een 3-fase omvormer hebben. Ja, moet dat? Dat is natuurlijk even de vraag. Want dan kun je 11 kilowatt terugleveren. Maar wanneer gebruikt je huis 11 kilowatt? En dat is dus inderdaad een gegeven. Gemiddeld gebruikt een huis maximaal 3, 4. En misschien als ze aan koken zijn 5 kilowatt. Dus met een omvormer van 5 kilowatt zou je ook kunnen volstaan. Ook daar kun je dus alweer geld op besparen. En, Jij een 1-fase omvormer? Wij hebben 2 verschillende omvormers op dit moment. Een 3,6 en een 5 kilowatt omvormer. Allebei monofase.
Ja, moet ik ook eerlijk zijn. In Engeland, daar hebben ze alleen maar monofase. Ja. Dus dat is toch wel de grootste markt natuurlijk voor onze producten. En daar is dus helemaal geen vraag naar een driefase omvormen. We hebben dat hier natuurlijk wel uitgebreid uitgelegd. Dat we dat graag zouden willen. Maar ik kom er eigenlijk ook wel heel vaak op uit dat het helemaal niet nodig is om een driefase omvormer in huis te hebben. Want ja, als je dit gaat gebruiken om je huis van stroom te voorzien, dan is 3,6 of 5 kilowatt meer dan voldoende om daar op die manier eigenlijk aan af te geven. Want ik denk dat ook voor de mensen thuis even gewoon heel goed duidelijk moet zijn. Een thuisaccu is een accu voor thuis. Die is niet bedoeld, of in ieder geval niet zeer geschikt om je elektrische auto op te laden. Nou ja, daar komt een USP beetje om de hoek kijken. Want, van? Ja. Ja. Nee, maar goed, dat is natuurlijk een punt waar veel mensen dan beginnen mee komen te kampen. Op het moment dat ze een huisbatterij hebben gekocht. En ze steken de auto erin, dan is die batterij die de hele dag heel zuur verdiend met zonnestroom is opgeladen, dan is die huisbatterij binnen een half uurtje leeg. Want die auto die trekt dat gewoon en die batterij denkt, hey, er is een verbruiker in huis, ik ga dat nu afgeven. En dan wordt je batterij dus, bij wijze van spreken, je steekt om 4 uur 's middags de auto in de laadpaal, dan is die om 4:30 of om 5:00 is die batterij leeg. Terwijl 's avonds tussen 6 en 7 de duurste tarieven zijn. En dan had je eigenlijk gebruik willen maken van die huisbatterij. Want dan moet je het inkopen. En dan moet je het gaan inkopen. Dus dat is een belangrijk gegeven, dat je oplet dat je batterij niet wordt leeggetrokken zodra je de auto gaat opladen. Wat is dan het grote voordeel natuurlijk? Dat is dat die producten waar wij nu over spreken ook met elkaar kunnen samenwerken. En dat die inderdaad ook rekening met elkaar kunnen houden. Dus het laadstation weet, er hangt hier een huisbatterij aan. Ik moet stroom uit het net halen en ik moet die batterij niet gaan belasten. Dus dat kan in dit systeem, omdat de producten met elkaar kunnen communiceren. Want hebben jullie als MyEnergy dan ook een oplossing? Want ik werk nu met 4 verschillende apps. Ja. Eén voor mijn zonnepanelen, één voor mijn auto, één voor mijn laadpaal. En dan ook nog waar ik een laadpaal kan vinden publiek. Misschien moet die 4e er maar even aan de kant, maar die andere 3? Ja, dus dat is inderdaad een gegeven. Veel mensen hebben meerdere apps om hun energiemanagement een beetje in de gaten te houden. En dan komen we terug waar we natuurlijk mee begonnen zijn. Wat is een home energy management systeem? Dat is een systeem waarbij al die veel verbruikers met elkaar kunnen communiceren en dat die ook allemaal te evalueren zijn en te bekijken zijn in je app. In één en dezelfde app. Dat je dus daar je zonnepanelen in kunt monitoren, dat je je huisverbruik kunt monitoren, dat je ook kunt zien hoeveel stroom gaat er nou naar die laadpaal. Is die batterij nog vol? Hoeveel energie zit er nog in die batterij? Als je dat allemaal mooi in één en dezelfde app kunt combineren, dan heb je een heel duidelijk overzicht. Dan weet je ook precies hoeveel van die eigen consumptie je nou eigenlijk hebt kunnen realiseren. En dan is dan het mooie daarbij dat je daar ook heel makkelijk de bediening ervan kunt doen. Want je kunt dan die producten met elkaar laten communiceren, zoals ik al zei. Maar je kunt ze ook bijvoorbeeld een bepaalde prioriteit geven. Je kunt zeggen, ik wil dat mijn warm water als eerste gebruik maakt van de zonnestroom. Dat die in elk geval op temperatuur is. Vind ik het belangrijkste. Ja. Lijkt me logisch. Warm douche. Dus je wil inderdaad je warm water wil je prioriteit nummer 1 geven. Dan kun je je huisbatterij prioriteit nummer 2 geven. En als je dan je auto toch de hele dag aan de stroom aan de laadpaal hebt hangen. En er is nog overschot beschikbaar. Bij wijze van spreken, de warmwatertank is op temperatuur. De batterij is al volgeladen. Dan komt als derde prioriteit die laadpaal aan de beurt. Nou, dat zijn dus zaken die je inderdaad kunt programmeren. Zonder dat je daar hogere wiskunde voor hoeft te hebben gehad. Je kunt daar gewoon met de bolletjes eigenlijk in onze app te verschuiven. Van boven naar beneden. Kun je heel makkelijk aangeven, dit wil ik dat mijn prioriteitsschema wordt. Maar kan ik mijn huidige installatie laden in een app van jullie? Wel inderdaad het huisverbruik monitoren en de zonnepanelen inzichtelijk maken. Ja. Dat doen wij volledig onafhankelijk van welk merk omvormer of zonnepanelen set dat je bij wijze van spreken hebt. We kunnen ook andere merken huisbatterijen inzichtelijk maken. Maar daar kunnen we bijvoorbeeld niet de state of charge uitlezen. We kunnen wel zien, is die nog aan het laden of is die al vol, bij wijze van spreken. Maar je kunt niet zien hoe vol die zit. We kunnen niet zien hoe vol die zit. Ja goed, als die vol is, dan verbruikt die namelijk minder. En dan gaat die minder laden. En dan weten wij, oké, is het nu dus bijna... Dus je kunt echt aan het eind kun je pas meten. Dan, zeg maar niet in de auto, accu zelf. Maar je kunt zien hoeveel stroom er naartoe gaat, hoeveel stroom er vanaf komt. Maar niet zoals bij onze eigen huisbatterij, dat je daar dan ook echt meer rekening mee kunt houden. Dat die batterij niet wordt leeggetrokken op het moment dat je je auto gaat opladen. Maar dan vat ik hem samen. Dus ik heb een elektrische auto, ik heb zelfs een zonneboiler. Maar goed, die even nog terzijde. En ik heb de zonnepanelen.
allemaal van verschillende merken. Begin ik weer om te hoesten. Ja. Telkens als ik... Zodra het over geld begint en over mijn eigen installatie, dan moet ik hoesten. Misschien moet ik dat maar niet doen. Maar dat betekent dus eigenlijk niet anders dan... Ja, dat ik dat allemaal gewoon zo kan aansluiten op één app. Voor een groot gedeelte wel, ja. Ja. Waar we beperkingen hebben, is op een gegeven moment natuurlijk... we kunnen die laadpaal van een ander merk niet aansturen. Ja, dus als mensen zeggen, ja, we willen graag in dat home energy management systeem van MyEnergy instappen, maar ik heb een merk X laadpaal, ja, daar kunnen we weinig mee. We kunnen die niet aansturen, we kunnen niet monitoren. Dus het is op een gegeven moment wel een one-stop-go systeem, waarbij je zegt, ja, probeer die producten van MyEnergy zoveel mogelijk met elkaar te combineren. De zonnepanelen omvormen, dat maakt in principe niet uit. Want daar hebben we het dan nog niet over gehad. Die Libby huisbatterij is een huisbatterij met een omvormer... waarop je ook rechtstreeks je zonnepanelenbaan kunt sluiten. Dus heb je nu een bepaalde omvormer... en die is bijvoorbeeld op het einde van zijn levensduur... gemiddelde omvormer gaat 10, 12 jaar mee, bij wijze van spreken. Je bent aan het kijken van, moet ik nou een nieuwe omvormer... of moet ik nou meteen een huisbatterij pakken? Dan is het grote voordeel dat je op onze omvormer... ook gewoon rechtstreeks twee strings van zonnepanelen kunt aansluiten. Maar dan, dat hoeft niet. Dat is DC-stroom. Dat is dan DC-stroom. Ja. En het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat je dan ook DC-DC naar je batterij gaat opladen. Dus je hebt dan minder verliezen. Alhoewel daar ook erg veel over verteld wordt van AC, DC en DC, AC omvormen. Alles bij elkaar hebben we dan over 7-8% verlies, bij wijze van spreken, als je dat op die manier zou doen. En mensen bijvoorbeeld met micro-omvormers, die hebben nog veel minder verlies. Die zijn heel erg efficiënt. En als je dan op die manier eigenlijk AC je huisbatterij gaat aansluiten... Ja, dan is dat een hele goede oplossing om eigenlijk op die manier te doen. Het is sowieso gratis stroom, hè? Dus als er dan een paar procent van verloren gaat... ik zie dat niet als een heel groot minpunt. Nou ja, je hebt over inderdaad maar hoogvermogen elektronica. Is als je in een auto, dan is het verlies zomaar 15%. Omdat het, dan heb je het over 11 kilowatt. Ja. En dan is dan heeft die omvormer, maar die wordt ook serieus warm. Zonder meer. Maar ja, bij je auto ben je ook natuurlijk stroom uit het net vaak aan het nemen. En dan wil je wel dat die zo efficiënt mogelijk wordt dus gebruikt. Met veel lagere vermogens. Ja. Ah, oké. Okay. Hey, maar hoe pak ik dat dan aan? Als ik nou gewoon zelfs van, oké, ik heb mijn zonnepanelen. Ik heb mijn wallbox. Ik wil graag een thuisaccu, zeker met de solderingsregeling. Mm-hmm. Die komt eraan. Ja, dus wij zijn eigenlijk al vooruit aan het kijken van, oké, prima. We moeten veel meer zelfvoorzienend zijn. Off-grid, dat is zo'n beetje de holy grail. Ja, off-grid is nog een stapje verder. En dat is dan ook in Nederland niet officieel toegestaan. Daar zijn dan ook nog een paar regeltjes waar je rekening mee moet houden. Maar wij proberen inderdaad wel zoveel mogelijk onafhankelijkheid van het stroomnet te realiseren met onze producten. Zelfconsumptie. Ja. Energy independence, dat zijn daar de keywords die belangrijk zijn. En dat is ook uiteindelijk voor de portemonnee het meest gunstige is. Dus het rendeert eigenlijk om op deze manier om te gaan in je woning met je eigen energie. En het is natuurlijk ook nog een stuk ecologischer. Het is eigenlijk gewoon een efficiënte aanpak die jullie hanteren. In ieder geval waarbij veel mensen zeggen van oké, ik doe zoveel mogelijk panelen, zoveel mogelijk opbrengst. Ik doe een zo groot mogelijk accu, dus zoveel mogelijk opslag kan hebben. Zeggen jullie meer, ja, leuk allemaal, maar het gaat meer gewoon om de efficiëntie ervan. Probeer gewoon nul op de meter. Dat hebben jullie een andere interpretatie. Maar betekent gewoon in ieder geval zo weinig mogelijk terugleveren. Zoveel mogelijk zelf gebruiken. Zoveel mogelijk zelfconsumptie. Dat is eigenlijk het devies. En ik denk ook dat daar een elektriciteitsnet het meest mee gebaat is. Dus inderdaad, gebruik die stroom zoveel mogelijk zelf. En lever hem niet terug op het moment dat voor het stroomnet juist heel erg vervelend kan zijn. En daar zijn de producten inderdaad precies op gemaakt. Voor veel mensen, we hebben veel EV-rijders die deze podcast luisteren. Ja. Veel van die mensen, ik wil best eens een keer, denk zeker 80% zal ook zonnepanelen hebben. Maar er zal nog een heel klein percentage slechts een thuisaccu hebben. Dat zal in de aanloop van 2027 en daarna veel verder stijgen. Maar verwacht jij nu dat van die thuisaccu's... kan die gewoon independent gebruikt worden? Dus eigenlijk per energieleverancier kan elke leverancier daarop aangesloten worden? Ja, dus je had het al even over vaste contracten, piek en dal. En ja, maakt allemaal niet uit. Dat is inderdaad een belangrijk gegeven, vind ik. Bij ons is het heel erg... mooi vind ik dan zelf dat je zo onafhankelijk bent als je maar wil. Je bent niet verplicht om bij een bepaalde energieleverancier te gaan.
De onafhankelijkheid, ja, gewoon dat je zelf kunt kiezen en zelf kunt beslissen wat je wil in je huis, wat je wil met je energie. Dat vind ik heel belangrijk. Staat bij ons heel hoog in het vaandel, dat wij niet ons gaan verbinden aan een bepaalde partij. Dus in onze app kun je heel makkelijk kiezen. Ik heb ANWB, ik heb Energy Zero, ik heb Frank Energie, ik heb Tibber. Ze staan bij ons allemaal in het rijtje. Maar ook de bekende Eneco en Ascent en noem maar alles op. En Vattenfall moeten we natuurlijk niet vergeten. Nee. Hebben we nou iedereen genoemd? Nou, ja, want er zijn natuurlijk altijd weer een paar mensen. Van nieuwe stroom hebben we ook nog. Ja. Ja. Nou, we kunnen nog even doorgaan, volgens mij zijn er een stuk of 150 verschillende energieaanbieders. Maar die partijen staan er dus allemaal in eigenlijk. Ja. En je kunt die dus selecteren en dan kun je zelf kiezen. Ik wil die gebruiken met een enkel tarief, ik wil die gebruiken met een piek-en-dal tarief, of ik wil die gebruiken met een flexibel dynamisch tarief. En hoe hebben we dat nou gedaan? We hebben niet met elke energieleverancier eigenlijk een API-koppeling wat je dan zou verwachten. We hebben eigenlijk gewoon gekeken naar wat is hun inkoopprijs. Hun inkoopprijs, ja, dat is waar zij ook hun verkoopprijs op bepalen. Dus we hebben een koppeling met de Apex. Dat hebben we in een vorige podcast ook al gehoord. Ja. Hè? Dus de koppeling met eigenlijk de day-ahead prijzen. De prijzen die dus eigenlijk 24 uur op voorhand worden bepaald. En op die manier eigenlijk weten we precies wanneer nou die goedkoopste momenten in de dag zijn. Dus dat is niet exact het bedrag dat jij moet betalen. Maar dat is wel, als dat bijvoorbeeld 5 cent staat in onze app, dan kan het best zijn dat je 6 of 7 cent moet betalen. Maar dat is wel nog steeds het goedkoopste moment op die dag. Dus aan zich maakt het niet uit of dat bedrag nou precies overeenkomt. Het gaat erom dat je de juiste momenten kiest waarbij de inkoopprijs en dus ook de verkoopprijs het laagst is. En als je die gaat gebruiken om dan je batterij mee op te laden, ja, dan heb je eigenlijk een stukje extra winst om die terugverdientijd te verkorten. Hè. Laden met je eigen zonnepanelen is natuurlijk een van de belangrijkste, dat je die zoveel mogelijk gaat gebruiken. Maar ook nog een keer dan met die schema's en die dynamische tarieven maakt gewoon dat je terugverdientijd nog korter wordt. Want je hebt het hier bij het niveau ook over het opladen. Opladen vanuit het net als de prijzen laag zijn. Opladen op het moment dat het zonnetje schijnt. Dus dat je je eigen energie kunt gebruiken. Ontladen op het moment dat je het zelf nodig hebt. Dat gebruik voor het huis. En eventueel misschien jouw auto ook als de accu vol zit. Maar kun je ook ermee handelen met de thuisaccu van jullie? Ja, dus we Want hebben. Daar eigenlijk gaan anderen daar heel erg prat op. En tegelijkertijd is dat ook wel waar de Nederlanders de oren voor spitsen. Zeker. Nee, dus ja, alles in teken van zo slim mogelijk omgaan met die energie. Is dat natuurlijk ook een van de gegevens die je moet hebben in je batterij. Wil je hem slim kunnen aansturen, laden en tegelijkertijd ook onladen. Eventueel op het moment dat de tarieven het hoogst zijn. Moet zeggen, de batterij die we op dit moment op de markt hebben, die is nog in evaluatie, of moet je het zeggen. Hij wordt nog steeds slimmer. Er komen constant software updates in onze apparatuur. Gaat gewoon volledig geautomatiseerd over de air natuurlijk. Je moet wel zelf beslissen wanneer je die update wilt uitvoeren. En op dit moment hebben we daar wel een knop op zitten waarmee je kunt terugleveren. Maar dat bepaal je zelf of je dat ook wil. Want je kunt ook zeggen, ja, ik heb dat allemaal geautomatiseerd staan. Maar misschien heb jij wel andere ideeën en wil je die batterij juist gebruiken op een ander moment. Dan wil je niet dat die batterij al leeggetrokken is, omdat er op dat moment hoge tarieven zijn geweest. Nou ja, goed, dat zijn dus mogelijkheden. Want vergeet ook niet, een batterij kan ook gebruikt worden als een backup functie. Dat als de stroom een keer zou uitvallen, of doordat er natuurlijk steeds meer netcongestie komt, kunnen we dat soort zaken ook meer en meer gaan verwachten. Die backup-uitgang die zorgt er dan voor dat je huis gewoon van stroom voorzien blijft als er een echte pannen is, hè? Een echte stroompannen is, bij wijze van spreken. Als er weer een Apache door een hoogspanningsmast heen vliegt. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar dat zijn dan ook weer mooie momenten waarvan je zegt, goh, toch wel goed ook zo'n huisbatterij hebben. Nou, ik heb het zelf meegemaakt, hoor. Ik heb een paar maanden geleden heb ik zelf het is wel een stom verhaal eigenlijk. Maar ik heb toen zelf geprobeerd om wat in huis te knutselen. Laten we maar voorzichtig zeggen, de wc had ik vervangen en dat ging niet helemaal goed. En er liep op een gegeven moment via de afvoer allerlei water in mijn dallen. He, dus dat is zeg maar de beton van je vloer. En via die dallen is er op een gegeven moment water in de elektriciteitsbuizen terechtgekomen. Kwam het water dus in mijn meterkast naar beneden.
Nou ja, dat snap je natuurlijk wel. Dat heb je niet van een op de andere dag opgelost. Het was niet even een zekeringetje aan of uitzetten of vervangen. Maar ja, op dat moment heb ik dus wel fijn gebruik kunnen maken van mijn eigen huisbatterij. Want ja, de stroom moest op tijd afgeschakeld worden. En we hadden toch nog wat verlichting en ik had de wifi-router erop aangesloten. Dus we konden nog online blijven zelfs. Ja, vooral voor de kinderen. Wifi. Dat is heel belangrijk. Over die Libby, die is 5 kilowattuur. En ja, dat is de standaard. Standaard. En dan is de terugverdientijd is doorgaans, want dat zullen we veel consumenten willen weten. Ja, dat 10? Is gemiddeld rond de 7 jaar. 7 jaar? En als je met dynamische tarieven erbij... Het zou rond de 10 jaar hebben uitgerekend kunnen zijn... Als je alleen maar puur op zonnepanelen gaat doen. En je kunt 2 tot 3 jaar verkorten door ook op dynamische tarieven te gaan handelen. En dus dan vooral eigenlijk te gaan inkopen en terugleveren. Dat doen we dan nu nog manueel, maar er komt dus een update waarbij dat ook volledig automatisch kan. En als je die vergroot naar een 10 kilowattuur, 2 keer 5, gaat dan je terugverdientijd van 7 naar 14? Nee, dat moet je niet zien. Dat is dus in functie van dat je die batterij ook even hard gaat gebruiken als die eerste van 5. En dan blijft die terugverdientijd hetzelfde. Het is zelfs zo, dus naarmate je een groter batterijpakket neemt, dat je prijs per kilowattuur een stuk goedkoper wordt. Dat was vroeger 1000 euro per kilowattuur. Dat ligt nu al op ongeveer 800 euro bij een basisset. Maar koop je een 20 kilowattuur batterij, ja, dan zit dat op 400-500 euro per kilowattuur dat je daar eigenlijk aan uitgeeft. Dus ja, ik kan niet precies de prijzen zeggen van de huisbatterijen, want het is allemaal heel erg afhankelijk van de situatie in de woning, ja. Hoe dat het wordt geïnstalleerd. En dat laat ook aan ons dealernetwerk over, onze installateurs. Die bepalen die prijzen eigenlijk. En dat is inderdaad een belangrijk gegeven. Dat je weet, kan ik het ook renderend maken? Kan het ook terugverdiend worden? Want dat is natuurlijk wat je wil. Je doet het niet alleen maar voor het ecologische verhaal. Nou ja, het helpt eraan mee. Het helpt er wel aan mee. We hebben het er natuurlijk wel echt over gehad. Ook in onze voorbespreking over vliegen en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus dat is... wat ik dan nog even benieuwd naar ben. Zo'n 5 kilowattuur accu. Neemt dat dan de hele garage in beslag? Of hoe groot is zo'n ding qua formaat? Ja. Nee, ja, dan moet ik kijken wat kan ik als referentie nemen. Hier in deze ruimte? Ja, was ik zo'n beetje aan het kijken. Nee, kijk, een koelkast? Een halve koelkast? Nou ja, in elk geval veel platter. Hè? Veel minder diep, zal ik maar zeggen. Je zou inderdaad kunnen zeggen, een koelkast... laten we de afmetingen pakken. Ze zitten volgens mij rond de 60 centimeter breed en 1,20 meter hoog voor de 5 kilowattuur. En dan komt er 60 centimeter bovenop, 1,80 meter hoog voor de 10 kilowattuur. En hoe diep is die dan? En hij is 30, 35 centimeter diep. Echt, want dat eerste gedeelte van 1,20 meter hoog zit natuurlijk ook in de regelunit. Daar zit ook omwormer bij. Ja, er zit omwormer in. En de BMS-unit en alles eigenlijk compleet. En dan plaats je die gewoon makkelijk in een garage of mag je die buiten die plaatsen? Die kan zelfs buiten geplaatst worden. Zo'n batterij is IP65 noemen ze dat. Hè? Dus dat die spat waterdicht is en ook vochtbestendig. Ik ken de kreet van lampjes inderdaad, buitenverlichting. Ja, dat zijn dan waardes waarmee je kunt zeggen... oké, hij mag zelfs gewoon... in de stromende regen zou ik dan weer niet aanraden... maar je mag wel gewoon buiten staan. Bij wijze van spreken onder een veranda of zo wordt dat dan vaak gekozen. Ik denk zelf altijd bij buiten ophangen van ja, in welke buurt woon je? Misschien moet je dat in Amsterdam niet doen. Maar in Maastricht kan het wel nog. Ja, gelukkig. Nou ja, soms moet je hem wel buiten hangen omdat je binnen gewoon geen plek hebt. Nee, natuurlijk. Maar ik heb hem bij mij bijvoorbeeld zelf in de gang. Hij is 35 diep, dus je loopt er gewoon langs door. En ja, het stoort helemaal niet. Een kapstok is nog dieper. Ja, en als je zegt ik wil hem in de garage hangen, dan kan dat even goed. Maar dan heb je natuurlijk wel wat meer kabellengte die dan gelegd moet worden, waardoor je installatiekosten weer een beetje rekening mee moet houden. En voor dat geluid, zou je hem ook in de woonkamer kunnen plaatsen? Dat is dan weer minder aan te raden, want er zit wel enigszins wat geluid aan zo'n huisbatterij. In zoverre, het is meer een brom of een hoge pieptoon die je zou kunnen horen. Want er zit natuurlijk toch heel wat elektronica in en transformatoren. En die maken altijd. En daar komt ook wat warmte vanaf. Dus ja, in de woonkamer lijkt me niet de ideale plek. Alhoewel je dat sommige commercials mooie van die plaatjes ziet. Als het ook warmte afgeeft. Ik vind het geen gezicht om dat in je woonkamer te hebben staan. Maar het zou theoretisch wel kunnen. Ik denk gewoon in de gang of in de schuur of in de garage, totdat de meest voor de hand liggende oplossingen zijn. Vaak heel dicht bij de meterkast. Dat zou natuurlijk ideaal zijn met je installatiekosten om het daar wat korter bij te zetten. Ja, datzelfde geldt ook voor een laadpaal. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb de plek eigenlijk al bedacht bij ons thuis. Ja, ik ken jouw garage bij jou. Ja, goed, erboven zit helemaal boven tegen het plafond zit de omvormer van de zonnepanelen. En eronder heb ik gewoon 1,80 meter ruimte. Ja.
Ja, je moet natuurlijk een beetje rekening houden met de warmteontwikkeling. Hè. Dus daar zit bijvoorbeeld dat je links en rechts moet je minimaal 50, 60 centimeter houden. En ook erboven moet er 50 centimeter ruimte zijn om de warmte vrij te laten gaan. Er zitten verder geen ventilatoren in. Dus het is in principe wel stil. Maar ja, ik hoor hem toch wel een klein beetje brommen en een beetje sissen, zal ik maar zeggen, als je daar in de buurt komt. Dus ja, ik zeg nogmaals, de huiskamer zou ik hem nou niet hangen. Nee. 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 Als vervanger van het aquarium, zeg maar. Ja, nou ja. Warm water aquarium. Ja, dat zou dan tropische zeevissen. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Tuurlijk. En dan was ik nog eventjes, want jullie hebben de Harvey. Dat is het laatste product wat jullie aanbieden. En dat was ook wel een grappige benaming van hoe jullie daaraan gekomen zijn. Aan de naam Harvey. De Harvey is inderdaad het vierde product, zou je kunnen zeggen. Maar het is eigenlijk een hulpmiddeltje om het voor de installateur een heel stuk makkelijker te maken. We zeiden al, we gaan meten op de hoofdaansluiting. We gaan meten op de omvormen van de zonnepanelen bijvoorbeeld. En dat doen we dan met CT-klemmen, noemen we dat. Dat zijn meetspoelen en daar zit een draadje aan. En dat draadje dat wordt normaal gesproken tot in het laadstation of tot in de ID of tot in de Libby aangesloten. Maar ja, soms kan dat niet. Dan is dat een hele ingewikkelde weg om die kabel daar naartoe te leggen. En dan hebben we daar de Harvey. De Harvey die doet eigenlijk draadloos die meetwaarden sturen via een radiosignaal naar onze producten. En wat nou zo bijzonder is aan de Harvey, en daar is ook die naam inderdaad vandaan gekomen, hij oogst de energie uit de meetspoel. Dus je hebt er geen aparte voedingsaansluiting voor nodig. Super makkelijk dus. In een meterkast heb je vaak geen stroomaansluiting zitten. Of die zitten allemaal al bezet. Dus je sluit je meetklemmen aan op die Harvey. Die Harvey krijgt eigenlijk, doordat er een flux is door die CT-klemmen, zijn stroom binnen. En daarmee kan die dan zijn radiosignaal aansturen om die meetwaarde door te geven. En oogsten in het Engels is harvesten, oftewel Harvey. Daar kwam de Harvey vandaan. Met altijd de I van intelligent aan het einde van onze naam. My Energy, ja. Harvey, Eddie, ja. Libby. En My Energy, ik kijk even naar het logo op jouw je overhemd. Ja, is ook altijd een niet met een Y aan het einde, maar met de I van intelligent. Dus dat is een dingetje wat erop is. En altijd kleine letters. Geen hoofdletters. Ja, bescheiden als dat ze zijn. We willen altijd bescheiden blijven. Dus met kleine letters inderdaad. Dat is een beetje de stijl van onze huisstijl, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat we de luisteraars, ik hoop tenminste dat we de luisteraars in ieder geval goed meegenomen hebben. In ieder geval in het hele Hems verhaal, waarbij we My Energy als voorbeeld gebruikt hebben. Tuurlijk, ze mogen altijd jullie producten aanschaffen, maar we hebben het echt puur ook als voorbeeld gebruikt van jongen in ieder geval. Ja, dat er oplossingen op de markt zijn, hè, om het energieverbruik in de woning wat beter onder controle te krijgen. En dat is Hems in het algemeen. En er zijn meer merken en producten. En er zijn ook allerlei koppelingen. Er zijn ook heel veel mensen die met Home Assistant bijvoorbeeld, met API-koppelingen, hele slimme systemen in huis maken. Maar dat is dan vaak wel redelijk ingewikkeld, niet voor de gemiddelde consument. En dan moeten we echt opletten dat we dat niet de domme consument noemen. Want ze zijn heel slim als ze de producten van My Energy hebben aangeschaft. Nou, daar wil ik het dan graag bij. Ik denk dat we daar moeten we bij afsluiten, inderdaad. Iedereen is slim. Elke luisteraar van ons is uber intelligent. Zo is het. Dus nee. Mark Zegers, in ieder geval hartstikke dankt inderdaad voor je uitleg. We zijn in ieder geval heel veel wijzer geworden. Ik heb meegeteld, we hebben 4 keer zelfconsumptie hebben gebruikt. Dus dat valt mee. En ja, 0 op de teller heeft bij jullie gewoon, jongens, een andere beweegreden, jongens, zo weinig mogelijk terugleveren. Daar is iedereen bij gebaat. Ik wil er graag aan toevoegen, toekomstbestendig. Dat is denk ik met salderingsregeling en netcongestie, als we die twee bij elkaar nemen. Ja, volgens mij is dat toch wel echt een hele sterke kant van jullie. Absoluut, dankjewel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.